Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we wat extra spreads maken in het thema financiën of budgetteren, net hoe je het wil benoemen. En ik ga gewoon drie verschillende dingetjes opnieuw maken. Ik weet niet. Ik was bezig met de setup voor mijn nieuwe journal en toen dacht ik, ik mis eigenlijk nog wel wat. Dus vandaar dat deze toevoegingen zijn gekomen. De producten die ik gebruik is eigenlijk dezelfde als eerder. Deze twee verschillende kleuren gelpennen in paars en blauw van de Moonlight Sakura. En ook twee verschillende kleuren van de Ecoline stiften. Maar ik zal alles sowieso hieronder in de omschrijving neerzetten. De eerste spread heet Extra Monthly Expenses. Dus de extra maandelijkse uitgaven. Alleen, ik weet niet, extra maandelijkse uitgaven, dat klinkt niet zo mooi als in het Engels. Ik ben altijd van Engelse titels, ik kan er niks aan doen. En dit is een soort overzicht voor jezelf te creëren voor wanneer jij extra uitgaven gaat hebben van dingen die niet elke maand terug gaan komen. In totaal maken we 12 verschillende hokjes, dus eentje voor elke maand. En deze zijn 5 bij 5 centimeter en overal zit steeds 1 centimeter tussenin. Ik hou er altijd van om mijn titels ook wat van de bovenkant van de pagina af te houden. Dus ik heb de titel zelf 1 centimeter gedaan en ik heb het eerste blokje, dus een halve centimeter, niet gebruikt ervoor. Daardoor komt deze beneden echt op de laatste, als het ware, uit. Maar wil je dat niet, kun je natuurlijk je titel iets hoger zetten. Qua dingen zelf, we doen dus gewoon eventjes alle losse titels erin zetten. Dus elke maand van januari tot december. En verder rest gebruiken dadelijk deze Ecoline brushstiften. En dat is om deze verschillende rondjes neer te zetten. En dit is om een soort aanduiding te geven van die diverse per maand. Heel simpele setup eigenlijk, maar het zorgt er vooral voor dat het voor jezelf lekker overzichtelijk is. Ik doe expres hier de kleuren om en om afwisselen, zodat het allemaal niet helemaal hetzelfde is. En ja, als je andere video's van mij hebt gezien, dan weet je dat paars momenteel gewoon de kleur is die ik gebruik. Dus vandaar dat ik ook deze hier doe toepassen. Voor dit moment hou ik hem nog eventjes kaal, dus geen verdere versieringen, maar wie weet dat dat op een later stadium er nog toegevoegd gaat worden. Tijd om het in te vullen. Nou ja, ik heb even gewoon een paar dingen erbij gepakt die voor mijzelf van toepassing zijn. En in februari bijvoorbeeld, dan heb ik altijd de gemeentelijke afschrijving betreffende afvalkosten. En dat kost bij mij €475, dus dat vul ik hier gewoon in. Nou, dan heb ik ook dat Buddy altijd sowieso zijn jaarlijkse check-up heeft bij de dierenarts in maart. Dat is €250 en die vul ik ook in. En op deze manier, zeg maar, door al deze dingen los in te vullen, heb je een heel goed overzicht voor jezelf voor in welke maanden je rekening moet houden met extra kosten. Nou, in juni bijvoorbeeld heb ik weer dat water, de afvoeren als het ware, van de gemeente afgeschreven gaat worden. In juli wordt mijn Disney Plus abonnement vernieuwd. Dat is natuurlijk eigenlijk meer abonnement dan dat het echt iets is wat specifiek is. Maar dat is wel iets wat ik bij wil houden. Ik wil ook weten wanneer er dingen dus komen. Belangrijke verjaardagen, in dit geval de verjaardag van mijn moeder en mijn vader. Die vul ik er ook op in. Want er zijn natuurlijk ook periodes dat ik wat extra's kost heb. En ik kan deze gewoon net zo lang invullen en aanvullen tot ik helemaal niks vergeet. En dat geldt natuurlijk voor jullie ook. De volgende is iets heel simpels eigenlijk. En dat is voor als je net als mij eigenlijk wel vaker dingen doet budgetteren. En dit is eigenlijk een kleine monthly rekeningen. Wow, dat was heel raar. Rekeningen timeline. En dit is gewoon een los stukje papier. Dit is gewoon hetzelfde papier eigenlijk als in mijn bullet journal heb ik gepakt. En ik heb ervoor gekozen om deze 6,5 centimeter breed te maken en gewoon pagina lengte. En we doen hier gewoon 1 tot 31 neerzetten. En dat heeft meer te maken met, omdat de maanden natuurlijk met 31 en 30 zijn. En hier gaan wij dadelijk gewoon de basisafschrijvingen op invullen die elke maand terugkomen. Bij de meeste mensen is dat in ieder geval zo, neem aan bij jullie ook, dat op bepaalde dagen specifieke afschrijvingen zijn. Dus als je het eventjes niet meer weet
hoe en wat het precies zit. Met je financiën kun je deze gewoon even erbij pakken. En heb je voor jezelf gewoon een klein overzichtje van wanneer bepaalde afschrijvingen gaan zijn. Nou ja, in mijn geval de vereniging van eigenaarkosten zijn altijd op de eerste van de maand. Even als de kosten van Essent. Dus die zet ik gewoon hier op de eerste neer. Dan heb ik bijvoorbeeld ook mijn duo afschrijving. Dat is altijd rond de 25ste. KPN Internet is altijd rond de 26ste. Dan hebben we bijvoorbeeld belastingen van de auto, is de 27ste. Alle diverse verzekeringen. Gelukkig allemaal rond dezelfde periode, allemaal rond de 28ste of 29ste. Maar ik zet die hier gewoon op de 28ste neer. En mijn hypotheek is altijd het einde van de maand. Die vul ik in op de 31ste. Ook al kan natuurlijk ook in sommige maanden 30ste zijn. En dit is gewoon een simpel overzichtje die je er gemakkelijk bij kan pakken. En je gewoon simpel in kunt zien hoe en wat het nou precies gaat met je budget. De volgende pagina is eigenlijk meer een soort fysieke kopie, als het ware, van de diverse spaarpotjes die ik heb opgezet. En ik vind het persoonlijk altijd al gewoon handig om ook echt iets fysieks te kunnen zien. En in dit geval is het dus Saving for 2024. Nogmaals, Engels klinkt altijd leuker. Ik vind het persoonlijk namelijk altijd handig om bepaalde kosten al zoveel mogelijk in diverse potjes te hebben zitten voor het aankomende jaar. Zodat ik het aankomende jaar alweer kan sparen voor het jaar erop en dergelijke. En ik er niet echt over na hoef te denken. En ik ook niet in één keer direct een grote kostenpost zomaar moet tevoorschijn toveren, als het ware. Dus in mijn geval, ik heb 4 verschillende doelen voor mezelf voor aankomend jaar weer. En zoals elk jaar is dat mijn Glasgow trip. En dat is gewoon omdat ik natuurlijk mijn beste vriendin wil opzoeken. De kosten van de gemeente, dat is een altijd redelijke kostenpost. En daar wil ik ook gewoon vooraf zeker van zijn dat ik daar al een potje voor heb. De hond, Buddy in dit geval dus. He, niet alleen de dierenarts en dergelijke, je weet nooit wat er gebeurt. Ik heb ook graag een reserve hierbij. En mijn vaste dingen die entertainment zijn. In dit geval HBO, Disney en de Beep. Daar wil ik ook al gewoon van tevoren een spaarpotje voor hebben waar ik het geld eruit kan halen wanneer het nodig is, zonder dat ik me extra zorgen hoef te maken bij die maand voor de kosten. De opverdeling voor de diverse posten zijn bij mij 6 centimeter hoog, voor als je eventueel dezelfde maatvoering wil gebruiken, en 11 centimeter breed. Op deze manier is er steeds links en rechts langs de blokjes een centimeter vrij. En daarnaast doe ik ook tussenin de lijntjes 2 centimeter vrij houden, zodat ik steeds 1 centimeter ertussen heb zitten en 1 centimeter heb voor de titel. De tekeningetjes doe ik expres overtrekken met een grijze gelpen. Ik vind dat het zwart hier gewoon iets te cru over zou komen, zeker met deze kleuren die ik nou echt doe gebruiken. En het mooie van deze is dat grijs is niet echt extreem zichtbaar, niet echt extreem in your face. En deze tekeningen gaan we toch later nog inkleuren. En dan valt het ook niet zo heel erg op. Nou ja, voor elke losse post heb ik in totaal 10 losse tekeningetjes gemaakt. Oftewel, het spaardoel is gedeeld door 10 en elk tekeningetje is dat ding waard. Als voorbeeldje voor HBO, Disney en de Beep heb ik allemaal deze kleine boekjes getekend. Mijn spaardoel daar is €200. Dus elk boekje is €20 waard. Dus zodra ik €20 in mijn digitale spaarpotje heb gedaan, of eventueel gewoon spaart, als je dat zelf persoonlijk fijner vindt, kan ik 1 boekje inkleuren en weet ik precies dadelijk uiteindelijk of ik mijn doel behaald heb, ja of nee, en hoe ver precies zijn steeds met het doel. Hetzelfde geldt natuurlijk voor elk ander onderwerp. En ik heb het natuurlijk qua tekeningetjes enigszins binnen het onderwerp gelaten. Net van de Glasgow trip heb ik deze kleine paper airplanes, want laten we eerlijk zijn, gewoon een vliegtuigje tekenen, dat is veel te moeilijk, gemaakt, omdat het natuurlijk wel een beetje representeert naar reizen. Voor Buddy heb ik gewoon simpele pootafdrukjes. Nou, HBO, Disney, Beep heb ik dan expres de Beep gekozen met boeken. Gemeentekosten is natuurlijk wel moeilijker, dus die heb ik heel simpel gehouden door alleen de contouren van een huisje te tekenen. En ja, that's it. Deze spread kan ik gewoon continu bijhouden. En op deze manier kan ik gewoon bijhouden of ik mijn spaardoel haal voor het einde van het jaar van deze diverse spaardoelen.
laat ik jullie nog even de spreads helemaal klaar zien. Dus allereerst zie je dus de extra monthly expenses en deze losse extra rekeningen timeline. Gewoon super handig die je er altijd gewoon weer bij kan pakken. En natuurlijk de savings, oftewel de spaardoelen voor het jaar erop. En wanneer deze, ik ga deze gewoon inkleuren met deze simpele Ecoline stift, zodat het allemaal binnen het thema past. En ja, dat was hij weer eigenlijk voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vind je deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je deze video's vaker zien, doe je dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!